What the fuck? We gaan mijn moeder verrassen. Een plaatje. Man, wat was ik erheen eigenlijk. Goedemiddag lieve mensen, welkom bij de 7e weekvlog. Het is vandaag donderdag en zoals je misschien kan zien, ben ik weer aan het schoonmaken geslagen. Het was nogal een dingetje. Ik ben 6 dagen niet thuis geweest. 6 nachten, 7 dagen. En ik kwam gisteravond thuis en ik... Nou ja, ik kreeg een soort stuiptrekking, want mijn halve koelkast was beschimmeld. En er lag overal stof en haar. Dat ik dacht, lag dit er ook al toen ik wegging? Maar goed, je weet niet wat er gebeurt als je niet thuis bent. Ik had geen wc-papier meer in huis. Er was geen ontbijt. Ik werd even helemaal gek vandaag. Sowieso had ik niet zo'n zin eigenlijk in vandaag. Ik wil gewoon op de bank zitten met een dekentje en Harry Potter kijken. Ontzettend veel. Holy shit. Ik ben mijn beddengoed aan het wassen. En dat klonk niet goed hoor. Ik kreeg echt even een rolling. Sorry, ik ben er weer. Hallo. Heel mijn verhaal ook kwijt ervan. Oh ja, dat ik gewoon... Ik wil gewoon onder een dekentje zitten op de bank. Harry Potter kijken met een kop chocolademelk. Of bier. Oh, rioollucht. Oh man, dit huis. Wat een mankementen ook, hè. Ik wilde een bescheiden make-upje opdoen. Toen ging het allemaal mis. En toen heb ik maar weer de hele make-up tas uitgepakt. Ik moet voor mijn moeder een cadeautje kopen voor de verjaardag. En ik ga vandaag proberen om zo weinig mogelijk mensen te zien. Eindelijk de Dylan en Camille gevonden. Ga ik eens even kijken of ik wat leuks kan vinden voor mijn moeder. Toch een hekel aan die toeristenzaken. Oké, die jacht gaat beginnen. Zo, dit is even heel fel. Nou jongens, ik ben weer thuis en ik heb eten gegeten wat ik 6 dagen geleden heb gemaakt. Omdat ik het te zonde vond om het weg te gooien. En omdat ik ook te weinig geld heb om eten weg te gooien. Dus het kan zijn dat ik straks dood neerval. Geen idee. Het rook nog lekker, dus ik heb het gewoon opgegeten. Dik schijt. Ik ben een beetje klaar met vandaag. Ik had er al geen zin in toen ik de deur uitging vanochtend en alles ging doen. Ik ben eigenlijk nog best wel trots dat ik relatief veel heb gedaan. Echt leuke cadeautjes voor mijn moeder gehaald wel. Dat is wel gelukt. Misschien moet ik meer focussen op wat er wel gelukt is vandaag. Dat is gelukt vandaag. Ik heb mijn huis schoongemaakt vandaag. Het is weer heerlijk fris. Ik ga zo meteen hier zitten en ik kom er niet meer af. Ik ben dus heel kinderachtig mijn eenheden aan het afmeten vanavond. Want het wordt steeds ingewikkelder. Ik mag nu nog 3 eenheden. En dan zou je zeggen, zo'n fles wijn, dat is toch iets van 5 of 6 eenheden. Ik haal er altijd 5 glazen uit bijvoorbeeld. Maar een eenheid is dus minder. Dus Jellinek zegt, een fles wijn is ongeveer 7,5 eenheid. En dit is 75 centiliter. Dus dat zou betekenen dat 100 milliliter... 1 eenheid is. Nou, het is een heel gedoe en ik sta dit letterlijk in een maatbeker af te meten. Maar als ik het vaag laat voor mezelf, dan ga ik gewoon een vol glas drinken. Dus daar heb ik even niet zo zin in mijn eigen uitstelgedrag. Nou, dit is 100. Nou ja, dus dit is een eenheid. Oké. Woe! Dit is hem. Ja! Oké, deze. Bats. Oh, wat leuk. Ik heb mezelf in een heel lekker roze klein maskertje gestoken. Wat ik voor Sinterklaas heb gehad. Wordt vrij hard. Ziet er ook niet zo charming uit, maar dat geeft niet. En ik heb een voetenbadje gemaakt, want ik heb dan geen bad hier. Maar ik kan wel gewoon met mijn beentjes in een tel natuurlijk. Goedemorgen jongens. De dag begint weer lekker, want ik smeer foundation in mijn... Ah, fuck. In mijn oog. Oh, dit is niet oké. Jongens, dit prikt. Oh, joh, kutzooi. What the fuck? Oh, my dear lord. Het is niet goed hoor, jongens. Oh, mijn god. Oké. Nou, daar ben je wel meteen wakker door. Ik ben mezelf aan het klaarmaken omdat ik visite ga bij Kim. Vriendinnetje van me. Vriendinnetje van me dat ik al heel lang niet heb gezien. Auw. Waarmee ik altijd ging stappen voorheen. Dus zij heeft me uitgenodigd om een kop koffie te komen drinken. In haar nieuwe huis. Best
wel een leuke onderbuurman heeft overgedaan. Hallo schat! Dat is super gezellig, mijn Kim. En ik ga nu heel eventjes Judith opzoeken, want die is volgens mij glühwein aan het verkopen bij haar werk. Nou, wat een jukje! Hallo vrouwtje! Lekker het vrouwtje even aan het werk zien. Genieten. Zo, hallo lieve mensen. Nou, ik ben allemaal dingen aan het doen waar ik jullie eigenlijk helemaal niet bij wil hebben. Nou, prima. Is ook goed. Ik ben mijn huis klaar aan het maken. Omdat Lina en Judith hier komen eten. Zo, de kaarsjes gaan weer aan. Hoppatee. Lekker gezellig. En dan ga ik vanavond daarna naar Charlie toe. Om lekker nog even samen te slapen. Te neuken. Dat snap jij ook wel natuurlijk. Kijk, normaal zitten hier dus allemaal mensen te werk om. En dan stap ik mijn bed uit. Zo. En dan denk je... Oh, ik doe even de gordijntjes open zo. Oh. En dan sta je dus poedelnaakt oog in oog met een of ander gemeentelulletje. Dat heb ik meerdere keren gehad. En ik moet heel eerlijk zeggen dat dat thuiswerken, dat bevalt mij wat dat betreft zo goed. Heerlijk. Geen pottenkijkers meer. Ik stap net uit bed. Het is 12 uur. Ik weet niet wat er aan de hand is deze week. Maar ik ben echt van gewoon een dag praten met mensen al helemaal kapot. Is het zo bloedje heet hier? Ik merk in corona... Er zijn helemaal dingen. Godverdomme. Oh, dat is echt beter. Ik merk in coronatijd gewoon heel erg dat dingen al heel snel te veel zijn ook. Omdat je gewoon niks meer gewend bent. Ik ben cadeaus gekomen van mijn moeder. Ik werd zo lijp van al die mensen. Terwijl er niet eens echt heel veel waren. Soms denk ik terug aan de tijd voor corona en dan vraag ik me echt af... Hoe de fuck heb ik toen geleefd? Zo fucking hectisch. Nou, begrijp ik eigenlijk wel waarom ik zo van aan het zuipen was. Ik had geen moment om het te verwerken, maar ik was al de hele tijd prikkels aan het krijgen. Gisteren in het gesprek met Lina en Judith vroegen we onszelf ook af van... We zijn hier zoveel meer aan het voelen en zoveel meer met mensen echt diepe gesprekken aan het hebben... Hoe kunnen we dit ooit combineren met ons leven hoe het was? Want ik kan niet én in contact zijn met mijn gevoel, dicht bij mezelf blijven... en mijn leven leiden hoe ik het leidde. Jezus, als ik daar aan terugdenk. Iedere avond wel iets. Hele tijd mensen zien. Iedere dag ergens heen moeten. Continu rennen naar plekken. Zoveel prikkels. Verkeer. Lang verhaal kort. Er moeten echt wel dingen drastisch veranderen. Voor mij is natuurlijk het aanpakken van mijn verslavingen is daar een eerste stap van. Ik ga eerst maar naar mijn liever toe, die zit beneden. Al heel lang wakker op mij te wachten. Ik zie er ook echt weer niet uit. Ik weet niemand ziet eruit als wakker worden. Ja, I woke up like this. Dit is het. Ik heb hier een wijnvlek. Hier ook een beetje. Als baby had ik die al. Ik heb er ook eentje op mijn billen. Hier zo'n puist. Droge plekjes. Omdat Charlie zijn stoppelbaardje is altijd heel scherp. En als wij dan zoenen, dan heb ik de volgende dag altijd een soort van schuurpapierhoofd. Ik vind het niet zo leuk. Maar we zijn daarna aan het zoeken hoe dat beter kan. Verder, dit is gewoon mijn ochtendhoofd. Nee, je kent hem al wel, je hebt hem al wat vaker gezien. En wees ook een beetje lief voor je eigen ochtendhoofd, alsjeblieft. Wat is er daar voor nog voor? Ik heb net mijn make-up in de trein gedaan, helemaal. Ik ben verbaasd hoe goed het is gegaan. Ik het zo zie. Nou, we zijn er weer. In het gat dat Capelle aan de IJssel heet. Dit soort taferelen. Wat vind jij er nou van? Prachtig. Lies. Het is ook altijd als ik hier kom grijs. Dat past zo goed bij al die grijze meuk die hier staat. Ik ben hier opgegroeid. En voor mij was het wel echt van zo snel mogelijk naar een plek... Dankjewel. Zo snel mogelijk naar een plek. Gaan we deze ook mee pakken. Ja hoor. Waar er wat meer liefde zit in de gebouwen. Ik vind het gewoon deprimerend. Het is gewoon één grote woonwijk. Het is toch thuis? Het is wel een lief boompje dit. Vind ik wel een leuk vormpje. Het is nou echt een leuk gevormd boompje. We zijn hier dus op visite bij mijn lieve moedertje die jarig is. Alleen ik weet niet of ze het goed vindt als ik film. Ik ga het toch proberen, maar het kan zijn dat het niks wordt. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor, ja. Oké, we gaan mijn moeder verrassen. Zij zal op de bank zitten. Ik denk dat ze wel met smart op ons zit te wachten. Lukt die nou? Weet het niet. Ik denk het. Je hoort hem nou maar niet, hè? Nee. Ja, het werkt. Oh ja. Het werkt! Hallo! 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 Hallo!
dit is feestdag, hè? Hallo, ja, ik ben Jens. Ja, nog knuffelen of doen we dat liever niet? Nou, maar hier, wat zie je? Ja, corona. Dat is schattig. Hallo. Jullie zitten aan elkaar vast, soort van. Ja. Letterlijk even geer. Hey, Jess! Ja, goed. Nou, dit was echt wel een leuk idee, maar nu is het een beetje onhandig. Wat sta jij goed hier? Bij de bank. Ja. Was goed. Bij een rode kop. Ik ga het heel eventjes op zolder spieken. Want er nog foto's van ons liggen van toen we klein waren. Mijn moeder gaat me haten dat ik dit kon doen. Want ze schaamt zich dood voor deze zolder. Maar even kijken. Oh, hier zie ik iets. Oh ja. Lijkt alsof er een soort van crime scene is. Heel chill. Hier was ik naar op zoek. Ik neem gewoon deze hele doos mee. En dan gaan we gewoon beneden even kijken wat het allemaal is. Aww. Cute. Marlijn en Sanne. Aww. Oh ja. Oh ja, die zandbak. Wat een zandbak. Ja, daar moet je foto's van maken. Dat moet je niet doen. Hoezo? Dat is toch raar? Ik maak een filmpje. Ach joh. Dat is toch heel leuk? Tussen de bloemetjes. Wat is dit cute? Ja, die wijnvlek, hè? Die heb ik, ja, zie je dat? Ja. Die heb ik nu nog steeds. Ja. Als ik opsta, dan, je ziet het niet door foundation. Hier zo. Je ziet het nu niet, bijna niet, maar als ik... Het is helemaal weggetrokken. Nee, want ik doe foundation overheen. Oh. Maar ik heb hier, zit die wijnvlek nog steeds. Dat is precies die je daar ziet. Nee. Ja, echt. Vanochtend, als ik dan wakker word, zo, ik heb... Sorry. Maar niet uit. Chic pak sneeuw, hè? Echt ongelooflijk. Dat die slee kijkt nog zo goed met dat dingetje eraan. Ja, die hangt nog steeds in de schuur. Yeah. Ja. Leuk ding, hè? Kan je nooit meer gebruiken. Jammer, joh. Waarom heb ik zo'n wit bovenhoofd en zo'n rood onderhoofd? Ja, dit kan je toch niet bedenken dat dit nou zou gebeuren. Leuk, hè? Met die dopjes waren die dat. Of schelpjes. Schelpjesmond. En een dopje als neus. Ten. Marlijn, wat lief. Oh. Wat ben je schattig. Ja, ik was echt wel een schattig kind. Maar jij ook. Oh, toetie. Ja. Nou, ik kijk hier wel apathisch. Ja, ik kijk een beetje. Leuk. Oh, ja, kijk. Zo. Vroeger konden wij er ook wat van, ja. Ja, nou. Ach, wat toetie. Oh, je hebt ook zo'n blosje, Mar. Heel schattig. Oh, met oma erbij. Zo lief. Nou. Wat vond je, weet jij dan nog een beetje wat je daarvan vond, Mar? Nee, ik kan me dit moment ook niet herinneren. Nou, bedankt. Mijn geboorte. Vatsig kind. Echt een, dit is echt een onflatteuze engel. Die paniek. Ik heb een soort van reversed sneeuwzonnebril. Waar je normaal gesproken alleen een zonnebril op zou hebben. Nu alles bedekt behalve mijn zonnebril. Snap je wat ik bedoel? Alsof ik een soort transparant. Het is onkelheid. Het is een negatief van de echte wereld als ik de zonnebril op had. De andere dimensie ziet er dan zo uit. Snap je? Ik ga genieten van mijn laatste eenheid voor vandaag. Morgen nog één, overmorgen nog één. En dan is het sloe. Goeie shit, whisky. Leuke anekdote. Toen ik meedeed aan The Voice, toen dronk ik ook gewoon veel. En omdat ik dan daar niet brak wilde zijn, had ik met mezelf afgesproken dat ik dan 2 dagen van tevoren niet zou drinken. En dat was me wonder boven wonder gelukt. En dat was heel chill, want dan was ik scherp. En we hadden die opnames dat ik met Dennis van Aars voor het eerst hoorde welk nummer wij kregen. En dat was The Lady is a Tramp. Super vet jazz duet. En terwijl we dat daar zaten te luisteren met Waylon en het gingen oefenen, kwam Waylon met zo'n heel leuk verhaal. Natuurlijk extra leuk voor op tv. Van ja, die gasten in die tijd, die zopen natuurlijk allemaal en die snoven allemaal. Dus om een beetje in de sfeer te blijven, heb ik hier... Ik zo achter die bank, zo'n zieke fles whisky vandaan. Zat ik daar met mijn goede gedrag. Al die crooners, die lusten een behoorlijk borreltje. Ja, er kwam een fles whisky op tafel. Het moet natuurlijk wel een beetje gesmeerd worden, hè? Kan geen kwaad natuurlijk. Wij zangers zijn toch al verpest. Helemaal te gek, dankjewel. Thanks. Ah, dat is appelsap. We gaan eerst luisteren. Naar wat voor spannends we ervan gaan maken. That's why this chick is a tramp. She loves the green grass.
Helemaal blij. 2 dagen niet gedronken. Werd ik dus eigenlijk op tv weer gepusht om toch weer dat glas te gaan pakken. En toch weer die whisky te gaan drinken. Sterker nog, in met repetitie. Ik vond dat zo ironisch. En eigenlijk ook zo kut. Ik kan me herinneren dat ik voor bijna iedere keer dat ik daar ben geweest... voor het daadwerkelijke optreden. 4 à 5 dagen van tevoren. Echt nog tot het gaatje was gegaan. Het is zo kwetsbaar om jezelf zo te tonen aan heel Nederland. En ik had wel dan een aantal dagen van tevoren zo'n stressaanval. Dat ik dan bijvoorbeeld, al was het alleen, gewoon de kroeg in ging. En ook ging snuiven en ging drinken. Om het maar niet te hoeven voelen. Dat kiende ik wel uit. Zodat ik wel weer over mijn kater heen was op het moment dat het optreden was. Maar ja, je bent natuurlijk nog steeds zwak eigenlijk. Als ik er nu ook aan terugdenk, hoe ik bij The Voice daar... Ik kon er gewoon niet mee dealen met die spanning. En dat is gewoon drinken en snuiven in dezelfde week. Om het maar niet te hoeven voelen. En dan daar weer stress om krijgen natuurlijk. Want ja, dat is ook fucked up. Dat je dan een paar dagen van tevoren met een opgefokte neusholte. Ja, ik was gewoon echt... Man, wat was ik ver heen eigenlijk. Ik begin wel te merken nu ik wat nuchterder ben een paar dagen. Dat ik veel meer dingen voel. Het leven is ook gewoon ziek prikkelend. En we zijn ook gewoon zulke kleine kwetsbare figuren. In zo'n grote mensenmassa. Die zo heftig om elkaar heen beweegt. En alles dendert maar door. Ik heb echt nul tijd eigenlijk genomen tussendoor om dingen te verwerken. En dat komt nu wel aardig bovendrijven moet ik zeggen. Ik heb 2 jaar geleden een keer of 1,5 jaar geleden of zo heb ik een keer... Nee, het is 2 jaar geleden, denk ik. Rond deze tijd heb ik met een maat van mij afgesproken. Hij is DJ, hij drinkt ook veel. Van laten we nou gewoon even een maand niet drinken. En we waren dat begonnen. En ik kan me herinneren, ik zat toen best wel veel drankjes per dag. En ik dronk vaak ook gewoon door de week, 's avonds sterk. Of dan begon je gewoon met speciaal bieren. En dan toch nog aan het eind van de avond even ergens in een barretje wat whiskies. Dat was gewoon heel normaal. Ik kan me herinneren dat we toen dus een keer gestopt zijn voor een maand. Dat was het doel. Ineens cold turkey gestopt. En toen heb ik zieke nachtmerries gekregen. En ik heb dat besproken met mijn psycholoog nu. En die zegt, ja, dat is ook een van de redenen dat we het hier laten afbouwen. Maar dat komt ook omdat je, als je dronken bent, slaap je niet goed. En verwerk je shit niet. Slapen en dromen zijn ook een verwerking van je shit. Hi, liefie. Nee. Ik ben wel klaar op zich hoor. Om even mijn punt af te maken. Slecht slapen, wat dus gebeurt door drinken. Het zorgt ervoor dat je niet goed genoeg je emoties verwerkt 's nachts. Wat ervoor zorgt dat je dus in een algehele malaise belandt. En als je ineens stopt met drinken, dan gaat je lichaam dat ineens allemaal opnieuw verwerken. Of dus allemaal die shit die er dus nog zit, die wordt ineens... overvalt je, naam ga je heel raar dromen. En dat was de reden waarom dat toen zo weird was. Weird was. Nu zit ik wel op een andere, natuurlijk op een heel ander. Toen ging ik van echt al veel drank naar niks. En nu is het afgebouwd. Dus het gaat veel beter gaan. Maar er komen wel dingen bovendrijven ofzo. It's interesting times, people. Wat voor schaam alweer. Ja. Liefste. Okay, sleep time. Trust all. Ja, goeiemorgen wereld. Oh, to the N. To the T, to the I, to the J. Oh nee, ik mis een B. Oh, to the N. To the... Oh, to the N. Oh, to the... Hoe gaat het nou? Oh, to the N. To the T. To the B, to the I, to the J. To the T. To the J. To the E. Spel ontbijtje. Go. O en T. Ja. B. Ja. Lange I. Ja. T. Ja. E. Oh ja. Misschien is het zingen het gewoon moeilijker. Wat gaan we ontbijten, liefie? Een ontbijtsalade. Ja, dat hebben we gegoogeld. En dat is salade met, laat ik het even uitstallen. We hebben andere witlof, munt, cherrytomaten, kiemgroenten, groene aspergedips, rode puntpaprika's, sojabonen, een beetje magere yoghurt, sesamzaad, mm-hmm. Avocado, mm-hmm. En gepocheerde eieren. Dat hadden we nog nooit succesvol gedaan. We hebben nu iets op internet gevonden ook weer, met een soort life hack, waarmee het wel zou moeten lukken. Nou, dat ga je zo zien. Super spannend dit. Blijf vooral kijken. Ik sta niet beter wat je verder te doen op je dag. Dit wil je zien. Ik moet meer de minder leuke dingen gaan snijden. Maar jij mag de eindjes. Ja, nee, jij mag dat ook doen. Dat maakt me geen hol uit. Ik denk alleen dat we moeten verdelen. Ja, daar heb je zeker. Dat het anders is. Ja.
lekker in een YouTube filmpje. Ja, hij is dicht. Echt? Wat chill. Het is ook zwaar. En dan heb je een balzakje. Het gaat lukken. Mooi. Ja. Ja hoor. Wiep, wiep, wiep. Het voelt een beetje, ken je nog dat, dat speeltje van vroeger? Ja. Die je zo door je hand moest laten. Ja. Grijzen dus... te water aan. Ja, mag ik dat doen? Zeker. Dat is ook een timer voor 3 minuten. Oh, wat schattig. Ja, en het idee is dus dat omdat het niet 180 graden wordt, smelt het plastic niet. Ja. Maar hier ziet hem al wit worden. Gaan we het meemaken. Het ziet er echt heel leuk uit. Het is gewoon heel goed geworden. Ja. Het is aan de kant. Echt een heel leuk project. Ja. Focus. Dit hier moet yoghurt bij. Ik heb zo'n hekel aan deze opening. Moeilijk om de hart uit te snijden. Dat heb ik bij mannen al zo vaak gedaan. Maar bij wit op blijft het lastig. Maar even die eitjes laten zien. Ja. Kijk. Ach, het is gewoon gelukt. Ja, nu nog openknippen. Ja. Dat is het moment. Wauw. Ja, dat is heel mooi. Wat ontzettend leuk. Ik ben niet eens met hoe die erop ligt, maar... Nee, dat moet jij nog even aanpassen natuurlijk. Ik vind dat hij een beetje zo in het midden moet. Ja, wat is dat mooi! En dan hebben we dus munt avocado yoghurtsaus. Ik heb denk ik nog nooit zo'n mooi opgemaakt ontbijt gehad in mijn leven. Wauw, dit is echt een plaatje. Ik ben benieuwd. Ja, we gaan naar ook daarheen. Lekker? Ja, heel lekker. Fris. Sime, Charlie's huisgenoot, die gaat ottolenghi maken uit het nieuwe kookboek Flavor. Dus de verwachtingen zijn hoog gespannen. En wij kunnen in de tussentijd nog lekker chillen. En we gaan verder Harry Potter kijken. Wat gaan we eten zien? Variatie tussen iets wat hierop lijkt. Welke van de twee? Een soort mix. We gaan de spitskool eten. Oh, yeah. Een soort salsa die hier ineens doorheen zit met cherry en azijn. Ze zijn vergeten, shit man. Oh god. Ja, maar niet uit, ik heb genoeg. En deze. Zo'n olijven. Nee, we zijn er aan het afgewerkt. Ja, hier hebben we olijven. Ja, helemaal met die kneesje. Ja, ik zie al behoorlijk strokkelen, ja. Nee, die ligt lekker helemaal onder ogen. Hier ligt het. Ja. Ja, mensen, wat betreft film kijken, ik heb mijn Netflix dus echt ziek opgezegd, want ik vond het echt eigenlijk helemaal kut. En ik gebruikte Popcorn Time, maar dat heb ik er ook afgeknikkerd, want ik heb nu Streamio. Het is top, ze hebben alles, echt alles. Het kost niks. Kleine tip van mij. Leuk, hè, Harry Potter. I'm good at my brother to keep. Wauw. Het ziet er goed uit. Oh. Ik heb wel een genoten. Ik vind jou genoten. Nou, te zeggen. Ja, ik ga er een eind aan breien, lieve mensen. Ik zit aan mijn laatste, of mijn één na laatste wijntje. Morgen is de laatste. En misschien dat ik dan toch, ondanks dat het mijn vrije dag is, toch wel even ga filmen hoe dat bevalt. Maar Ik zie jullie volgende week weer. Wees lief voor elkaar, voor jezelf. En dan wens ik jullie nog een fijne avond. Oh, en vergeet niet te abonneren als je het leuk vond. Want dat helpt me echt enorm. En ik wil graag mijn message een beetje kunnen verspreiden. Dus als je nou denkt van, dit spreekt me wel aan. Of ik vind het leuk om hier naar te kijken. Druk even op die abonneerknop als je het nog niet hebt gedaan. En zowel, dan is een duimpje omhoog ook altijd heel erg welkom. Dus vergeet dat niet. En jij bent echt een schatje. Oh, ja man. Doei. Ja, fijne avond. Hey. Oh.
het wel zo niet omdat je met niemand wil. Ga je dan nog wat van me? Ja. Ha ha ha.